Nu op Nederland 1 de leukste, opzienbarendste, ontroerendste en malste momenten uit het zojuist uitgeluide televisiejaar 2001. Mania Min Min. Wat je dus hebt met de televisiejaren, is dat je dus, je hebt dus televisie, je hebt dus jaren. Dus is dus samen de televisiejaren. En het is dus altijd leuk om terug te kijken. Dan krijg je dus nostalgische zaken. Nostalgische zaken brengen je in een goede stemming. En als je dus in een goede stemming komt, ben je dus een gelukkig mens. En dat is dus wat we dus allemaal willen. Nou, dat kan. Even we spraken van een jaaroverzicht hier. Fantastisch jaar, heerlijk. Ik hoop dat er wat leuks uitkomt. 2001, kom maar op. Say Maxima! Maxima! Say Willem-Pie! Maxima, dat is een soort Madonna in Nederland. We hebben echt een Madonna. Volgens mij is dat gewoon een top 5. Ik heb Maxima zelf de hand mogen drukken, dus ik weet wat voor wonder die vrouw is. Leuk, ik vind haar erg leuk. Leuke vrouw, hè? Yes, we hebben glamour. Ja, ze zijn heel erg verliefd, dat zie je wel. En leuk. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem-Alexander met Maxima Zorregieta. Wat ik het eigenlijk het allermooiste vond, was Klaus daar toen het bekendgemaakt werd. Ook voor een vader is deze dag een van bijzondere betekenis. Die man die brengt mij altijd weer aan het huilen als ik hem zie. Dat is zo'n vaderfiguur. Er wordt dan ook van hem verwacht dat hij iets zegt. Hij was aan het woord en het zag er niet naar uit dat hij ooit nog zou stoppen met praten. Maar hij zei mooie dingen. Ik wil eerst die ouders van Alexander bedanken voor hun fantastische steun. Het was heel belangrijk voor mij. En ik ben heel gelukkig. En haar glimlach is echt internationaal. Dus daar wordt er goed in gekocht. Heeft B goed gedaan. Eigenlijk een beetje smeuïgheid aan dat hof bij ons. Nou, hopen dat ze nog leuk gekleed kan blijven gaan. Want ik zag al laatst alweer dat ze allerlei pakjes aan had waarvan ik zie dat kind. En als zij denkt dat dit is wat wij op prijs stellen, dan heeft ze een heel raar beeld van de Nederlandse samenleving. Maar ja, daar verandert de mens niet door, denk ik. En toen vroegen de fotografen, heel logisch, voor één kusje. Gewoon even een kusje. En Maxima, die zat al in de aanloop. Die was al bezig, zeg maar. Nee, dat is niet het moment. Je zag eerst zo'n foto's van zo'n enorm partybeest ergens in Buenos Aires. En dat loopt nou in de jurken van de schoonmoeder een beetje vlak voor Alexander uit, weet je. U heeft in New York een brief van Videla aangehaald in een interview. Premier Kok zei, dat had u beter niet kunnen doen. Hoe kijkt u daar zelf op terug op dat incident? Dat had ik beter niet kunnen doen, dat zegt u juist. Nee, dat was stom. Hè? Je was een beetje dom. De koninklijke familie is langzamerhand beroemd in het kiezen van iets wat omstreden echtgenoten. Dus wat dat betreft wordt de familietraditie, denk ik, volgens. Het zal ergens in de papieren staan. Zoek wel iemand met een dubieus verleden. Ik wil niet heen om de gevoeligheden over mijn vader. Dit is heel moeilijk voor mij, maar ik zal open en eerlijk zijn. Ik vind niet dat die vader met Maxima steeds verbonden moet worden. Want dat is natuurlijk onzin. Laat de vrouw, die is verliefd op de jongen en laat ze nog lang en gelukkig leven, alsjeblieft. Het lijkt me niet makkelijk, voor beide niet. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Ik vind wel dat de journalisten nog veel beter moeten uitzoeken hoe dat precies zit met Jorge Zorregieta. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. Als Argentinië ons nou alsnog het wereldkampioenschap voetbal 78 geeft,
lullen wij niet meer over de mensenrechten. I only got a hasty screenshot of your smile. You told me all your hot spots. It really made me wonder. Do you know who I am? Een vriend van mij die is grafisch ontwerp en die zit wel op internet. En die zag dat van StarMaker dat je je kon opgeven daarvoor. En die had mij gelijk opgebeld, zo van, nou, je moet even kijken en dan moet je meedoen. Nee, natuurlijk is dat niks, StarMaker. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind dat die kinderen echt goed zingen. Ik vind dat ze het echt goed doen. Het was echt tenenkrommend om te zien dat heel veel van die jongeren heel slecht waren. Maar ik vind die Sita die er uiteindelijk uit voortgekomen is, dat is op zich natuurlijk gewoon een prima zangeres of zo. Het gevoel wat ik dan krijg, als ik daar sta, dat is gewoon niet te beschrijven. Or I'll just say goodbye. Ik krijg zoveel positieve energie van al die mensen die staan te gillen en mee te zingen op je muziek. Dat is al te gek. I think I really love you. Baby, I need you. Yeah, let's set up a blind date tonight. Binnen een half jaar is het weer klaar, dat hele gedoe. En dan storten die mensen helemaal in elkaar. En dan realiseren ze dat ze natuurlijk eigenlijk nog helemaal niks kunnen. En dat het helemaal niet is. Ik denk dat de geschiedenis zal leren dat Chaotic een band is met bestaansrecht. Ik denk dat dat de mensen nog heel veel van Chaotic gaan horen. Die mensen kunnen helemaal niks. Gewoon niks. Dat moeten ze maar denken, maar ik vind het gewoon onzin. Want... ja, ik heb het zelf meegemaakt en het is gewoon helemaal geweldig, die kans die ik heb gehad. En het is nog steeds geweldig. En ja, ik voel me... ja, ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen, zeg maar. En ik voel dat helemaal niet zo. Ik heb een cd. Wat leuk. Dit is heel grappig om te horen. Ik vind het heel flauw dat er sommige volwassen mensen geweest zijn die dat kennelijk niet konden verkroppen. Dat die daar een soort van kinderachtige tegenactie hebben ontwikkeld. Ik geloof One Day Fly of zo. Ik begrijp niet dat mensen dat hebben gekocht. Ik kan zo moeilijk kiezen, ik hou van elke vrouw. Ik heb zoveel te geven, ja, ik heb het tegen jou. Eén dag is mooi voor liefde, net te kort voor pijn. Laat mij voor deze ene dag jouw eendagsvliegje zijn. Dat is natuurlijk grappig dat je, dat je zo'n stunt bedenkt en dat het ook lukt, dat het ook werkt. One day fly, wanna be a one day fly. I wonder why I'm just a one day fly. Het was binnen een seconde. Wat een goed plan, dit gaan we doen. En wie we ook belden, iedereen zag er gelijk de grap van in. Ja, ik vind het gewoon wel grappig. Ik kan er wel om lachen. Ik heb er geen problemen mee. Ik heb er zo'n lol van gehad. Op het moment dat, dat zij ook zo populair werden en dat ze mochten optreden, dan zie je bepaalde processen ook bij hun ontstaan die ook waar ontstaan bij de mensen waar ze het juist over hebben. Hier heb je de lijst. De mega top 100. Juist. En wat staat er bovenaan? Want ineens worden ze ook populair. Ineens moet je ook nadenken van ja, er komt een paar ton binnen. Wat gaan we daarmee doen? Wie staat er voor op de foto? Wie mag er allemaal op de foto? Waarom doe jij alle interviews? De mega top 40 is een lijst van wat het meest gedraaid is. Pats, ja. Daar staat hij ook bovenaan. Als je heel veel geld in een product steekt, dan kun je dus gewoon de eerste plaats kopen. Hè. Dat is toen gebleven. De actie van Jack Spijkman vond ik het intellectuele antwoord op de StarMaker hype. Ja, dit is een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie. Dus dat zal wel weer een hit worden, maar dat is logisch. Ik denk dat het liedje op zich nog slechter had gemoeten. Het had gewoon nog slechter gemoeten. Meneer Van Zandt, het gaat u goed. Een gelukkige terugkeer in het vaderland, vrouw. Koningin Wilhelmina, zoals ik haar dan
speelde of moest spelen, was voor mij een Veluwse boerin van zeer goede huizen. Nou, op toneel speelde ik meer de Veluwse boerin en het televisiegebeuren was van zeer goede huizen. Meer van zeer goede huizen. Dat verschil een beetje. Ja, Anne-Wil Blankers is dan een actrice die mij wel echt helemaal kan meeslepen in de persoon Wilhelmina. Een spelletje. We gaan een spelletje doen. Majesteit. Sjoele. Ik wil sjoelen. Het moment dat ze roept, ik wil een spelletje vooruit, ik wil een spelletje, we gaan sjoelen. Dat vond ik prachtig, zo echt Hollands met die grote sjoelbak en al die keurige dames en heren eromheen. Daar heb ik ontzettend veel plezier mee gehad. Er is verzet geweest en dat moet hoog gehouden. Neem me dat niet af. Nu, majesteit. Nu ik, ja. Nu ik. Dat mensen zo tirannen ook bij Vlagen en heel eenzaam. En nou ja, dat kwam er allemaal zo mondjesmaat uit, niet genoeg. Anne-Wil Blankers, in de houding die Wilhelmina schijnbaar ook had, of die ik ken van foto's met de bont jas aan en dat ding zo'n beetje. Dat ik denk dat ze heel dicht bij de echte, ik heb de echte niet gekend, maar ik kan me voorstellen dat de echte zo geweest is. Dus wat daar dan gaat, was de knappe prestatie. En het is heel goed dat we een deel van onze geschiedenis op deze manier kunnen uitdragen. Moeder, de Duitsers hebben zich overgegeven. Het is wapenstilstand. We gaan morgen meteen naar Den Haag. Ik denk dat dat soort series, dat je daar een heleboel mensen enorm groot plezier mee doet. Ik vond het een mooi, mooi tijdsbeeld. We hebben met z'n allen zoveel mensen plezier mee gedaan. En ook heel veel emoties teruggehaald natuurlijk, zeker wat betreft de oorlogsperiode. En hele lange, uitgebreide brieven. Heel dierbaar. Ik heb ze allemaal beantwoord. Ik ben zo benieuwd wat er in die tas zit, Theo. Ja. Haal het er eens uit. Wat is nou dat bijzondere reliquie? Ik kan me herinneren dat de presentatie een beetje ongelovig zo zit te kijken van, wat is dit voor verhaal? En het is, ja, ik zit dus zelden met mijn mond vol tanden, maar op dat moment heb ik zoiets van, wat is dit? PSV heeft ooit alles de UEFA Cup gewonnen in 78. Ja. En ik weet niet of jullie je herinneren dat die is gestolen. UEFA Cup is een voetbalcup. En Theo Maas is een cabaretier. En jij hebt hem. Ik heb hem, ja. Het is en een hele goede grap. En het is natuurlijk eigenlijk schoftig dat hij dat ding meeneemt. Op zich de grap dat hij je meeneemt, maar eigenlijk moet je hem de volgende dag teruggeven. Je moet gewoon met je poten van een andermans spullen afblijven. Kijk, hij heeft natuurlijk, hoe je hem went of keert, hij heeft iets gepikt. Laat eens zien wat je hebt. Doodse stilte werkelijk. Maar het grootste wonder is dat er ook een mitrailleur in had kunnen zitten. Dus dat die hele Studio Sport had kunnen elimineren op dat moment. En Stan Valks en ik kijken elkaar zo aan en ik kende hem niet. Dus ik denk, nou, cabaretier, leuk, haha, lachen. Je weet bij Theo nooit of hij het speelt of dat het echt is. Dit is de echte UEFA Cup. Hij kan mensen zo onwaarschijnlijk naaien. Het staat er wel echt op. Ik had zoiets van, dit is een toneelstukje, dit is bedacht. Maar aan Jack van Gelder merkte ik wel dat er echt iets aan de hand was. Jack zag je alleen maar denken, primeur. Goh, wat een verhaal. Je zag alleen maar zo'n wiem. Ik zit er ook. Ik heb al verteld een beetje dat ik een hele, toen met die Euroleague en ik was pissig op PSV. Het is wel een actie van een fan, zo vind ik het wel. En wist je dat hij gestolen was? Ik wist dat hij gestolen was. Ze hebben inmiddels vooral een nieuwe nog. Ja, een replica. Ja. Ja. Hij heeft het teruggegeven, het heeft PSV een hoop geld gekost, want die hebben een nieuwe replica moeten laten maken. Maar ja, het was eigenlijk wel ludiek en PSV kon er uiteindelijk ook wel om lachen. Van een goede grap. Wel weer wat anders. Ik vond het wel goed. Ja, ik vind het wel een stunt. Ja, geweldig. Ik heb echt met
zulke ogen zitten kijken. Dat was mooi, ja. Het is een uit de hand gelopen practical joke. Kijk, met een Europa Cup doe je het niet. Bijvoorbeeld die in Amsterdam staat, staan ook Europa Cups. Die worden niet meegenomen. Heb je nooit overwogen te stoppen met roken? Gelukkig toch. Hey, ik was 7 jaar, ben ik begonnen met roken. Dus dat is erg jong. 7 jaar? 7 jaar, ja. Ja, dat is jong. Liep ik klaar over met een chick in mijn mond. Kun je het voorstellen, op de duurbaan. Klaar over. Kun je het voorstellen. Ik heb Villa Velderhof wel eens bekeken, maar ik moet eerlijk toegeven, bijna nooit helemaal. Dit seizoen, we begonnen, je bent er toch 2 maanden ruim. En die zijn omgevlogen. Ja, op een gegeven moment dan heb je het een beetje gezien, hè? Dan weet je het. Ik wil dit niet. Ik heb dit ooit wel gedaan en heb toen besloten dat het niks voor mij is. Maar ik doe dit voor mij, voor anderen. Je doet het voor mij. Het is voor mij als interviewer natuurlijk buitengewoon plezierig dat mensen zich helemaal op hun gemak voelen. Want dan gaan ze ook heel rustig en mooie dingen zeggen. Ik geloof in de liefde. Dat is het enige waar ik in geloof. In de liefde van God is ook. En als liefde God is, dan geloof ik in God. En dat vond ik echt heel erg mooi gezegd. Het zijn van die dingen dat je denkt van, goh, had ik dat maar verzonnen. Over het algemeen vergeten de mensen heel gauw de camera, omdat de omgeving is buitengewoon aangenaam. En ook al zijn de eerste minuten misschien een beetje spannend, daarna ga je toch gezellig praten. En dan wordt de camera, als het goed is, wordt de camera vergeten. Waarom mogen we hier maar een paar dagen zijn? Dat is wel een goede vraag, maar daar heb ik ook wel een antwoord op. Dat is weer nog leuker. Als je dan voor ons gaat werken, dan kunnen we hier blijven. Ja. Logees en vis blijven 3 dagen fris. Ja, dat is wel. Jullie zijn logees, dus na 3 dagen moeten jullie weg. En dan is het ook goed. En dan nam ze genoeg mee. Sterker nog, ze voegde er iets aan toe. Toch zou je dat ook moeten bedenken als je verliefd bent. Als je verliefd bent, wil je elke dag bij elkaar zijn. Ja, dag en dag. Dus wat doe je dan? Dan ga je dus hokken, trouwen. Als je de wijsheid zou hebben om in die verliefdheid, ondanks dat je eigenlijk maar elke dag en elk niet doen. 3 dagen. Ik vind Villa Velderhof zelf vaak een beetje erg kitscherig vormgegeven, de muziek. En het is allemaal wel heel chic en zo. Maar ja, als je daar dan een geweldige olifant in die porseleinkast zet, zoals André Hazes, is het wel weer een superprogramma. Dat vond ik echt een hele mooie aflevering. Dat is een koekoek. Is het een koekoek? Toch? Ja. Wat ik hem vertellen? Ga je het hem vertellen? Heb ik nieuws? Ik heb nieuws. Een koekoek. Als het echt te veel drank is, het ligt aan welke criteria je hanteert. Hij drinkt zijn biertje en hij rookt zijn sigaretje. En het biertje, ja, het eerste biertje is wat eerder dan wij misschien gebruiken. Maar het is niet zo dat die man voortdurend onder invloed, in ieder geval niet voortdurend lam is. Ik de hele dag aanroep. Die is toch een koekoek, oe. Ja, ik hoorde in die boom natuurlijk die koekoek tekeer gaan. Oh ja, natuurlijk, ja, koekoek. Koekoek. Mooi kleren ding. En echt waar, ik betaal echt 25 gulden per maand aan het natuurfonds soms. Maar dat is toch niet nodig? Als je iemand bewondert om wat hij doet, dan wil dat niet zeggen dat het ook een jongen is waarmee je uren in de kroeg kan zitten of aan een zwembadrand met een of andere man met een hoed erop die er tussendoor zit te kleppen. Weet je. Ik vind het ook een beetje klef, vind ik het. Hij komt uit de cabarethoek. Dat is een hele andere manier van programma maken. Het is een leuk behang als je de krant zit te lezen, denk ik, of dat je de vaatwasser aan het inruimen bent. Ik kan me wel voorstellen dat hij dat misschien een beetje te zacht vindt. Als je dat nou zet naast interviews die Theo van Gogh houdt met mensen, dan zie je daar toch wel de eredivisie en de hoofdklasse A, weet je. Luister naar hun liedjes. Die zijn natuurlijk zo soft als het maar kan. Hè? En voortdurend knoflook. Ja. Om die relaties in stand kunnen blijven. Nou ja, als je allebei met knoflook eet, is er niks aan de hand. Ja. Ik gaf vroeger mijn kinderen altijd knoflook. Dus ja? Goed voorboedsmiddel. Het
flink wat knoflook erin. Dat deed ze dan in de avondmaaltijd. En dan gingen die meisjes naar de disco. En Annemarie, die zei van ja, die mannen blijven wel op afstand. Want als die meiden zo stinken, komt niemand erop af. Knoflook kan ze uitgaan. Wat nog meer? Ja, ze vonden het ook zelf lekker. Maar wat nog meer? Ik kan me echt niet voorstellen dat mijn ouders dat ooit bij mij gedaan zouden hebben. Want nou, ik was sowieso een hele opstandige puber. Maar ik denk dat we dan een hele heftige ruzie hadden gehad thuis. Dan bleven ze wel uit de buurt. Wat een praktische vrouw. Ja. Nou, ik zoen best lekker op knoflook hoor. De hoofdrollen worden gespeeld door Monique van der Ven en Linda de Mol. Ik vind Linda de Mol een openbaring als actrice. Ik vind absoluut als actrice geslaagd. Ik geloof dat ik haar toch liever als presentatrice dan zie. Linda is altijd heel erg Linda. Dat vind ik heel goed. Gevonden bij Schneider. Schneider was van alles aan het uitzoeken over Astrid en die kwam bij Ron uit. Is dat niet zo gek? Er is nog iets. Ik denk altijd dat die acteurs bij mij in de straat wonen. Ik bedoel, dat is het hele probleem van Nederland en film en acteren natuurlijk. De taal is volgens mij gewoon echt een probleem. Het maakt op een of andere manier toch meer indruk als iemand in het Engels iets zegt dan dat je het in het Nederlands zegt. Dus dat maakt het al suf. Ik wil 4 dagen ontbijt voor je maken. Oh ja? Bij je voorwaarden. Als je maandag en dinsdag vrij neemt. Dat wordt lastig. Soms vind je dat je zelf iets goed doet en soms vind je dat je het niet goed doet. Dus voor mij is het meer zoiets dat ik het heel leuk werk vind. Nee, ik heb zelf niet Linda de Mol gezoend. Als er een zoenzender was, kwam zij Raoul Heertje. Dat is mijn body stand-in. Body stand-in, ja, dat ben ik. Die heeft dan gezoend met Linda en dan later kon ik weer opdraven. Zodra de kleren uitgaan, dan ben ik in beeld. Ja, dat is jammer, maar Linda wilde het zelf zo, denk ik. Kijk, hij heeft het image van een mooi lichaam, maar ik heb dat mooie lichaam. Maar ik heb weer een ander image, dus zo matsen we elkaar. Maar dit is eigenlijk niet voor publiciteit, want als mensen dit weten, dan krijg je hele fangroepjes die andere kant op gaan. Dit zal grote verschuivingen in fanclubland teweeg brengen. Die is eigenlijk geen programma te meppen meer, jongen, die Heertje. Dat is echt een ramp. Ik zie tv-zoenen echt als tv-zoenen. Dus nee, daar ben ik niet zo gauw jaloers op. En ik heb ook een heel leuk vriendje, dus... De meeste mensen kijken ernaar en de mensen vinden het leuk. Dan moet je zo'n publieksprijs winnen. Lijkt mij. En dat is nu dit jaar gebeurd. Iedereen is daar heel erg blij mee, maar het is gebeurd en het is nu weer over tot de orde van de dag. Ik zou niet weten wat ik erover moest zeggen. Wat wil je dat ik erover zeg? Ik wilde ook zo'n verhaal. Ik wil ook op zoek naar een familielid. Maar ik heb iedereen al en dat vind ik vind het iets heel romantisch hebben. Wat deze brief heeft losgemaakt, dat kunt u zien in een reportage die we eerder met Donna en Linda hebben gemaakt. Ze over de hele wereld trekken en dat soort dingen doen is natuurlijk wel heel avontuurlijk. Ja. Op reis gaan is altijd leuk. En ook nog met een redelijk goed omschreven doel, waardoor je gericht kunt werken, dat is nog veel prettiger. Zijn zuster heeft weliswaar dezelfde naam als de moeder van Donna en Linda, maar ze heeft nooit in Amerika gewoond. De vrouw op de foto is niet zijn zuster, zegt hij. We zitten op het verkeerde spoor. Wat is nou leuk tijdens een zoektocht? Tja. Daar gaan we weer. Nog geen steek verder. Het vertelt echt het verhaal van iemand. En dat vind ik ook wel altijd het leukste gedeelte. Dat je die zoektocht naar een familielid of zo. Where does she live now? Tim Onu, Chabigo, Digishine. Arizona. Arizona State. She lives in America. Ja. 4, 5, 6 goede aanknopingspunten. En een beetje een overzichtelijk land waar je goed kunt werken. Dat is al snel de basis voor een zoektocht. But she is still alive. She lives. She lives. Dat mensen de behoefte hebben om hun familie uiteindelijk te zien, toch, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Kim,
Kumwa. Yes. Hello. Finally, we find you. And this is you, right? Yes. A very long time ago. Mm-hmm. Shall we talk about that time? Okay. Als ik kijk, moet ik huilen. Natuurlijk. Iedereen zit te hopen dat die mensen bij elkaar komen en iedereen zit thuis te janken. Het moment dat het gebeurt, het wordt ook helemaal aangekondigd, maar toch het moment dat het gebeurt, dan stroomt het bij mij. Dat is een janker van mij, hoor. Spoorloos. Do you remember the day that they went away? It's after September, something like that. I can remember. Did you bring them to the airport? Yes. Linda and Donnie, yes? Yes. Sommige mensen vinden het te emotioneel, te veel gebruik maken van de emoties van anderen. Ik denk dat het een goede deal is tussen wij vinden wat en je krijgt er ook een mooi programma voor terug. Het is niet het effect bejag waar ze het om doen, want dan ga je een close-up maken. Dan ga je à la Willy Brod Frikijn, ga je dat helemaal netjes regisseren en zorgen dat je het op en top in beeld bent. En zij doen, op het moment dat het gebeurt, doen ze een stapje terug. En dan heb je dat gezin herenigd en dan staat dat enorm te huilen in de studio, dan mogen we dat niet zien. Want dan, terwijl je weet dat het gaat gebeuren, dan heb je alles op aan laten sturen. En dan is het zover, zeg ik, nou, we gaan discreet achteruit. En dat vind ik dan heel gek, dan wil ik ook gewoon zien of ze gelukkig zijn, maar dat mag dan nooit. Net op het moment van die hereniging ging de deurbel en toen moest ik open doen met tranen over de wangen. Ik kan het, maar ook vreselijk lachen van, ik kan het niet, ik zit naar Spoorloos te kijken. Dat was echt vreselijk. De tranen of het lachen of alles, hoe mensen reageren, dat is de eerste keer dat ze elkaar zien. En dat is ook, het spannendste moment voor die mensen natuurlijk. En daar wordt niets mooier of minder mooi aan gemaakt dan zoals je het op televisie ziet. Aan de ene kant zou ik natuurlijk er alles voor doen om diegene te zoeken als ik iemand kwijt ben. Maar aan de andere kant wil ik daar helemaal niet, dat niet laten weten aan alle mensen thuis, weet je wel. Het is dan iets van mezelf. Maar ja, toch zou ik alles doen om diegene te vinden. Dus het is een beetje dubbel. Ik weet niet, ik denk dat ik heel goed zelf ga zoeken. Meneer Klaus, ik heb hier iemand van BNN die vraagt wat u met uw oude nier doet. Dit was het nieuws. Ik vind het een leuk programma. Mag toch? Ik heb er wel een zekere bewondering voor, ja. Harm presenteert het. Vind ik een leuke presentator. Ja. Schotse piercing groter en zwaarder. Ik denk dat het heel veel werk is om zoiets te maken. Dat het moeilijk is. Om in elke zin een grap te stoppen. Ja, het blijft gewoon iets bizars dat je gewoon met je vrienden een beetje gaat praten en lachen en drinken. En dan staat er een camera en dan gaan ze het uitzenden. En dan stuur je factuur. Ja, jullie zitten nu in dit programma. Dit kan jullie doorbraak op de televisie. Dat was een hele bijzondere uitzending, die bijna gewoon live had gekund, dat het allemaal uitzendbaar was. Dat heb je niet vaak, hoor. Volgens mij heb ik die gezien, ja. Heb je die cd van Dr. Dre? Ja, heb je nummertje 4 of 3? Met dat antwoordapparaat, ken je dat nummer? Ja, dat is heel erg bepaald. Ik doe het even in het Nederlands, maar ik mis je zo. Sorry dat ik laatst zo moeilijk deed, maar ja, ik hou gewoon heel veel van je. En ik vind gewoon dat jij de man in mijn leven bent. Bel me alsjeblieft terug. En dan is de eerste line die ze met z'n allen zingen. I just wanna fuck you. Ja, van de Wal. Ja, die vind ik eigenlijk ook heel leuk. Die is ook altijd heel ad rem en heel... Die heeft weer een heel ander soort humor, maar die vind ik ook super. Ik doe met seks altijd sudden dead. Hoe die daar zit, vind ik dapper. Hij is 21. En dan zitten maar mensen naast van die grootheden uit de Hollandse society. Dat zit daar maar naast. Ze zitten even direct geen spier en hij vindt het allemaal prachtig. En hij geniet er ook echt van. Dat vind ik leuk. Zogenaamd neologisme. Ja. Zeg jij dat is met je hazellip? Snack. Kroket. Ja, dat vind ik een enig programma. Dat vind ik echt een geweldig programma. Als je in zo'n programma gaat zitten, als dit was het nieuws, dan moet je toch wel wat kunnen om niet echt helemaal overvleugeld te worden door Raoul Heertje en Jan-Jaap van der Wal zal er gezeten hebben. In dienst? Ja.
thuis bedoel je? Ja, iemand die de was doet. Hey, joh, en gewoon één iemand voor het huishouden en iemand die op mijn kindjes past. Dat valt er wel mee. Twee. Niet veel. En dan de tuinman. En de tuinman. Ja. Ja. Dat is eigenlijk voor jou. Het flapte ik er zomaar per ongeluk uit. Zei ik van, oh ja, je hebt natuurlijk ook alle buren uitgekocht, zodat je een beetje leuke mensen om je heen hebt wonen. Ja. Nee, dat was mijn broer. Oh, dat is je broer. Oh. Ja, dat is ook echt zo. Dat wist ik echt niet. Ja, dat je dit wist, ik maar je het zo. Ik kijk altijd naar de BBC, naar dat programma. En dan hoor je al heel gaaf van, dat kunnen we niet hier in Nederland en het is zo typisch Engels. En die jongens hebben dat gewoon toch het lef gehad en zijn ermee begonnen. En dat is zo heel als een klein vuurtje begonnen en dat wordt steeds groter en groter en groter. En dat vind ik echt helemaal top, vind ik geweldig. Ja, maar jij hebt toch een hele leuke vrouw? Ja, mag ik dat zeggen? Of is dat privé? Ja. Hij is met Tiemetje Blok, hè? Dat is toch waar, kijk, wij kunnen heel lang zitten en... Ja. En leuk doen met Diebertje Blok, hoor maar. Jij gaat gewoon weer s'avonds naar huis, dat Diebertje Blok. Dat relativeert toch je hele leven of niet? Alles wat er gebeurt, denk je, ik zit vanavond naast Diebertje Blok. Dat zou ik echt denken. Ja. Nou, Raoul is een fan, maar dat is zo moeilijk om het van jezelf te bedenken waarom en hoe en wanneer, dat moet je hem dan maar een keer vragen. Ja, jij kan nooit verliezen. De hoofdprijs. Ja, wat er ook gebeurt, jij kan in een kutrestaurant zitten. Je kunt ontslagen worden, alles kan gebeuren. Maar ja, s'nachts doe je bed open. Dan heb je Blok, dan moet je iedere ochtend om 5 uur opstaan. Ja. 4 uur. Omdat 4 uur. Zij naar de werk moet. Ja. Het is werkelijk hartstikke leuk om te doen, maar het is... Je moet elimineren gewoon. Ik heb natuurlijk ook een kind, dus daar zal ik ook af en toe mee moeten spelen. Het betaalt wel minder, maar het is bijna net zo leuk. Was toch het leukst met Maarten Spanjer? Nou, dat was leuk in de zin dat Maarten Spanjer het deed. Ik ben blij dat het terug is. Natuurlijk blij dat het terug is bij de NCV, want ik ben toch ook een beetje NCV-man. En Joris doet dat goed. Joris! Joris! Ik heb eigenlijk nooit erover druk gemaakt dat ik voorgangers had als de illustre Maarten Spanjer of Michiel Romeijn en zo. Ik heb gewoon gedacht, ik ga het op mijn manier doen. Ik probeer gewoon een heel mooi gesprek te houden met mensen, of een heel leuk gesprek. En ik heb niet gedacht van, ik moet net zo leuk zijn als Maarten Spanjer, dat lukt je toch. Station. Ja, zit erin. Oké. Ik kende hem niet. Ik heb 2 keer gezien, ja. Ja. Moet nog een beetje leuker worden, vind ik. Een hoop spullen, zeg. Ja, ze gaat naar Irak. Dat zijn eigenlijk kleren die van de Rode Kruis zijn verzameld voor kampen. Te veel mensen wisten dat er een taxi rondreed en dat ze geïnterviewd konden worden in een taxi. Dus je kreeg voorgeproduceerde situaties, dat mensen van tevoren al werden ingelicht, of in ieder geval dat mensen van tevoren al werden gescreend en uitgekozen. Iedereen was echt, dus er was geen enkele voorproductie whatsoever. Wij ook, want we zijn politieke vluchteling. Ja. En we leven een beetje hier, maar geestelijk wij zijn daar en dat is heel vermoeiend. Je kan je niet vestigen of iets echt opbouwen, want je denkt iedere keer je gaat zo terug. Die rit heeft heel erg veel indruk gemaakt. Ik heb heel veel mensen gesproken die moesten huilen voor de televisie. Omdat die mensen eigenlijk op een hele goede manier het vluchtelingenprobleem uitlegden. Dank je. Ik huil eigenlijk omdat ik ken een heleboel Koerden. Het gaat echt niet om nationaliteit. Er zijn ook net zoveel egoïstische Koerden die niet eens aan Koerdistan denken. Maar waar mij nu vandaag om gaat, dat wij in deze strijd heel erg alleen zijn. Die moeder hoorde niets wat er gezegd werd, want zij sprak Nederlands, de dochter, en de moeder niet. En de dochter vertelde over alles en dat ze daar toch wel heel erg mee zat met de moeder. En moest huilen en alsof moeder het aanvoelde, want die zat erachter. Die moest ook huilen, dat is mooie tv. Ze wil natuurlijk ook alles ervoor doen, toch? Ja. Je moeder. Ja, maar voor mij is het van alle kanten. Voor mij, omdat zij mijn moeder is, doet mij pijn. Omdat zij moe gaat worden, doet mij pijn. Alles. En omdat zij dit allemaal altijd alleen moet doen. En dat niemand anders eigenlijk zo is. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken, ik was zelf ook heel erg stil van. Was ik maar niet zo, was ik maar gewoon zoals deze mevrouw bijvoorbeeld dat hier loopt.
Ik vind dat Joris daar op een hele discrete manier mee omgaat. We zijn 15 jaar geleden naar Nederland gekomen. Het is best lange tijd om alles te vergeten. Maar het is ons niet gelukt. Ik vond het fantastisch. En dan ook toestemming geven om het uit te zenden. Hoewel je daar nog vraagtekens bij kan zetten, natuurlijk hoe erg dat gepusht wordt. Achteraf vragen we altijd toestemming aan de mensen. Ik bedoel, mensen worden misschien wel echt tegen een bushokje aangezet met een dubbelloops jachtgeweer op je hoofd. En nou tekenen die boel, want het is te mooi om weg te gooien. Als het een heel waardevol verhaal is, dan probeer je natuurlijk wel mensen over te halen. Als de klok van Arnhem uiden. Ik zou er toch op bedacht zijn als ik in een taxi stapte. Welkom daar, voor ons zal luiden. Iedereen stapt langzamerhand een taxi in om te denken, ik ga beroemd worden nu, weet je. Volgens mij wordt de gemiddelde taxichauffeur helemaal knettergek van al die mensen die hun levensverhaal vertellen terwijl ze om zich heen zitten te kijken waar de camera's zijn. Die komen helemaal niet meer aan hun fascistische uitspraken toe bij me. 23 groep 40. Maar ja, dat kunnen we eigenlijk beter aan Irak geven, geloof ik, of zo. Nee, want dat is niet hoe het precies werkt. Hoezo dan? De eerste stap is bij stilstaan. Want dit is uw werk. Ja? Maar oké, dat is hartstikke goed gezegd. En ik heb er weer stilgestaan. Ja. Je kan dat gewoon maar dus één keer doen en een hele serie opnemen. En daarna ben je toch te bekend. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand zei van, nou heb ik het door, Hans Kazan. In taxi. Dus ik ben wel eens herkend, ja. Dit is Kopspijkers. Oh, ik ben dol op Kopspijkers. Het is echt een heel leuk programma. Leuk. Goedenavond. Als iemand zijn succes verdiend heeft, dan is het wel Jack Spijkerman. Ik ben een fan van Jack. Jack kan het erg goed. Hij presenteert goed, interviewt goed, maar hij is ook nog een hele Atheneum cabaretier. Oké, heren, tijd voor onze vaste rubriek deze week. Ja, Jack is gewoon de meester in het verzamelen van de juiste mensen om hem heen. Je bent met een diepe emotie bezig, je committeert je aan elkaar. Ja! Kijk, het is de dochter van de minister van Landbouw en zij is niet alleen bekakt. Ze heeft een heel mestoverschot op de stembanden. We beginnen zo langzamerhand toch ook zo'n hele groep mensen te krijgen die dat soort dingen kunnen. Er wordt een soort traditie van een bepaald soort humor in gang gezet of wordt begonnen hier. En dat is wat ik leuk vind. Dat is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, Jack Spijkerman. Ja. Dat is echt geweldig. Dinsdagochtend om 10:30 kwamen we binnen, hele schaal broodjes. Alle kranten van Nederland. En maar grappen maken gewoon. Er zitten in Amerika ongeveer 25 keer zoveel mensen als in Nederland. Dus dan moeten wij 75 hamburgers per persoon per dag eten. Dan gaat de prijs van hamburgers gaat omhoog. Dan kunnen ze daar de hamburgers niet meer betalen in Amerika. Gaan ze niet meer met de auto naar de McDrive. Betekent dat ze niet meer rijden, kopen ze geen benzine meer. Gaat de vraag naar benzine naar beneden, gaat de prijs ook weer naar beneden. Dus als wij maar eten, gaat de prijs van benzine naar beneden. Vreten. Oh! Spijkertje slaan. Hoe heet het nou? Kopspijkeren. Dat ziet er zo makkelijk uit, hè? Met die hamers bedoel je? Ja, vind ik ook leuk. Kijk, hij slaat hem in het net. Daar. En links zie je hem daar verdwijnen. Dat is ook McEnroe. Op wie koelt hij zijn woede? Ik denk een cameraman. Voor mij zit de scheidsrechterstoel aan de andere kant. Jij zegt cameraman, ja? Ja, ik denk ook hetzelfde. Ik weet het niet. Laten we even kijken. Kijk. Hoppa! Zo'n ding kost een paar ton. Ik heb het verloren, van Katharine Keil. Ik had veel vragen goed, maar ik heb gewoon alle keren gewoon de spijker gigantisch misgeslagen. Alle twee mag je twee keer slaan. Hij begint hem nog. Hij begint. Ja. Gaat hij. En flink, hè. En roei. Ja. Denk in die camera. Die camera. Ja, nee, op die camera slaan, dat moeten ze mee doen. Ja, jij. Wat hebben we? Jij? Pas op, want ze worden klaar. Ik kan nog inhalen. En daar de mogelijkheid voor de hier en die score. Het is Jason McAteer. Met een man minder. Op dat moment is het de dood of de gladde jolen. En het is de dood geworden. Dit is verschrikkelijk. Ja, het was een dramatisch moment gewoon in Dublin. We hebben genoten allemaal, ja. Dit is gewoon een drama. En dat is het echt. Zijn we echt uitgegaan? Niet nog een kans hebben nog op een of andere manier in een achterdeurtje. Mick McCarthy en zijn boys winnen met 1-0 van het Nederlands elftal. En voor het Nederlands elftal is het dus over en uit. Ja, ik ben zelf half Iers, dus ik was natuurlijk erg blij met het succes van het Ierse elftal. Maar het is ongelooflijk dat je dat niet redt.
Tjongejongejonge, hoe kan dit gebeuren? En dan denk je terug aan de kans van Kluivert, je denkt terug aan de kans van Zenden, maar je denkt met name terug aan datgene wat er allemaal eerder fout ging. Met Cocu. En Pauleta, ja, die zit er nog wel in trouwens hoor. Raakt Nederland het hier dan toch kwijt? Ja. Figo 2-2. Toch 2-2. Dat je tegen Portugal gelijk speelt, uit. Hoor je mij niks over zeggen? Goed elftal trouwens, Portugal. Maar tegen Ierland, tegen Engeland, als je gewoon een beetje slim speelt, vleugelspelers. 3-4-0. Er wordt naast geschoten. Er wordt zo slecht gevoetbald. Zo verschrikkelijk slecht gevoetbald ook. Dat is ergerlijk. Vind ik heel ergerlijk. Maar dit is zo stom. Die reeks is gewoon heel slecht ingezet. De eerste twee thuiswedstrijden mag je niet maar één punt uithalen. En uiteindelijk ga je er dan in Dublin ga je eraan. We hebben veel meer kansen gecreëerd als Portugal. We hadden gewoon twee keer zeker moeten scoren. Dat kwam ook door het veld. Maar dat is logisch. Dat is de enige kans die de Ieren gehad hebben. Ik ga gewoon wereldkampioen worden. Dan krijgen we eigenlijk een goal om ons oren vanwege het feit dat er 10 man bij de Ieren zijn. Maar dat is logisch. Ja, we bleven wel de betere ploeg. Het is heel jammer. Hij is een wereldcoach en hij bedoelt het wel goed. En hij is een eerlijk mens ook, vind ik, hè. Maar hij overschreeuwt zijn angst voor misschien wel onkunde. Dat is ja, denk ik ook de zwakke kant van Gaal. Dat hij die Maserati en Ferrari bezitters gewoon niet krijgt naar waar hij ze wil hebben. Die man is echt leek een beetje overspannen, vond ik. Voor mij is vandaag een hele trieste dag. Maar dat moet live op de televisie worden uitgezonden, zo'n persconferentie hier. Vind ik echt bespottelijk. Dat gevoel had ik ook naar Ierland. Dit slaat nergens meer op. Vind ik zo belachelijk. Daar kan ik me vreselijk over opwinden. Vind ik bespottelijk echt. Ik denk dat ieder departement van de KNVB bij mij is geweest. Om mij over te halen of te beïnvloeden in mijn beslissing. Ik bedoel, de volgende keer als ze zeggen extra uitzendingen, zet ik hem af. Het publiek is ook belangrijk. Kijk, als er belangstelling voor is, en er is belangstelling voor voetballen, een hele grote belangstelling voor voetballen, is dit schijnbaar belangrijk genoeg om dat live uit te zenden. Dan krijg je een dispuutje om 11:30 tussen Jack van Gelder en Louis van Gaal. Van ja, je reageert altijd obstinaat en had je daar niet aan moeten. En dat is dan om 11:30 ochtends, weet je. Media, min min. Je staat op het hoogste niveau in de hoogste belangstelling. En dan moet de media je gewoon eigenlijk geen fuck interesseren natuurlijk. Je hebt het over de media, min min. Voel je daar zelf schuldig aan? Nee, Jack. Ik vind dat jij daar schuldig in bent. En nu heeft hij zichzelf toch een beetje te kijk gezet. En ik ben alleen degene geweest die hem de vraag heeft gesteld die denk ik de mensen wilden dat ik zou stellen. Maar ik ga geen ruzie maken. Dat is me, nou, is me eigenlijk een beetje te min-min. Je hebt het zelfs zodanig gestuurd. Niet alleen in de interviews met mij persoonlijk, maar ook met de gasten die je hebt uitgenodigd. En de manier van vraagstelling. Toen hij aan zijn neus zat, ging ineens iedereen foto's nemen. Toen zei hij, die foto's wil ik dus niet in de krant zien morgen. Want dat is altijd wat de media doet. Dan moeten jullie geen foto's als ik aan mijn neus zit. Morgen in de krant. Want ik zit aan mijn neus en jullie gaan flits. Wie moet hem opvolgen? Kijk, er wordt altijd gesproken over Cruijff. Altijd. Als er een impasse is of wat dan ook, dan zegt men Cruijff. Maar Johan doet het gewoon niet. Maar dat is logisch. En wat wij als idee hadden, was gewoon toch gaan. Dus gewoon met het hele zootje toch gaan. En dan gewoon naar de, weet ik veel, Seoul of weet ik veel, daar aankomen. En dan zeg je, maar het is toch WK? En dan roept iemand, ja, maar jullie zijn we niet geplaatst. En dat dan Van Gaal heel hard roept, ben ik nou zo stom of jullie vergeten ons in te schrijven? En dan hopen dat we gewoon alsnog mee mogen doen.